Hallo, ik ben Dennis Botgraven. Ik werk voor Havas in Greater China. We zijn hier in Shanghai, waar ik meestal ben en ook woon. Ik werk ook in andere kantoren van Greater China. Dat is Beijing, Guangzhou, Taiwan en Hongkong. Maar je ziet hier is het leven alweer redelijk terug in zijn normale vorm. Stapje bij stapje. De meeste kantoren zijn weer open. Zo'n 77% van alle retail en restaurants zijn weer open. Maar ze hebben nog wel moeite om weer terug te gaan naar een oude niveau. Ongeveer de laatste week was ongeveer de footfall zo'n 50%. Dus het duurde toch wel langer dan we met elkaar verwacht hadden hoe snel business weer rebounds. Ik noemde eigenlijk al veiligheidsmaatregelen. Die zijn nog heel erg in plaats hier. QR-codes overal laten zien, op WeChat en op Alipay, wat de grote apps hier zijn. Overal temperatuur opmeten en heel veel ook nog social distancing. Heel veel strenge controles, toch om alles zo safe en veilig mogelijk te houden. Ik denk dat er drie grote learnings zijn in deze markt. First, it's all about speed. Dingen gaan heel snel hier en dat is ook hier een manier geweest om weer snel, zo snel mogelijk terug te gaan naar het nieuwe normale. Second learning is, het gaat heel traag, step by step. Er is nog heel veel onzekerheid, veel onveiligheid, waardoor consumenten ook heel behoudend zijn. En het derde kan ik wel zeggen is dat de new reality toch wel heel anders is dan we ook met elkaar verwachten. Want ook voor China zie je natuurlijk dat de hele breakout overal in de wereld enorme impact heeft op de local markt. Ik heb een aantal vragen gekregen. En de tweede vraag is, wat betekent de crisis voor jouw werk? Nou, als je kijkt naar onze business, dan gaat het redelijk goed. Ook omdat ik werk zowel voor Creative als voor de media agency hier. Creative is still nog een goede business, want er moet nog heel veel geproduceerd worden. We zien wel dat in media het heel erg terugvalt. En in media is het ook nog veel meer digitaler geworden dan het al was. Als je kijkt naar de afgelopen weken en eigenlijk ook tijdens de outbreak, zie je dat short video, livestream, e-commerce en social commerce enorm gegroeid zijn. China is al heel erg een markt van e-commerce, maar de afgelopen weken hebben we een enorme groei gezien. En dat zal waarschijnlijk ook blijven. Ik denk ook dat er belangrijke lessen getrokken kunnen worden. De eerste is, zoals je zag met de overal situatie, dat ook in marketing en communicatie, it's all about speed, it's all about agility. Je ziet die bedrijven en die merken die heel snel omgeschaald zijn naar digitaal, die e-commerce helemaal omarmd hebben, die livestream gedaan hebben, dat die het relatief goed doen. Dat zijn vaker Chinese merken dan internationale merken. Je ziet ook dat e-commerce met de totale delivery economy hier het heel erg goed doet en dat omzetten daar ook nog steeds erg goed gaan. En wat je ook ziet is dat China over de laatste jaren was al heel erg een contentmarkt. Content niet alleen in het begin van de funnel, maar ook wanneer het komt tot performance, social commerce, dat social commerce nog belangrijker geworden is en dat eigenlijk content in de totale funnel heel belangrijk geworden is tot, wat ik al zei, het drijven van leiden naar performance toe. Dus eigenlijk, overal, de business gaat redelijk goed en drie belangrijke lessen die we hier getrokken hebben. De derde vraag is, bij welke bedrijven slaat de coronacrisis het hardst toe? De total shock is eigenlijk best wel heftig. Als je kijkt naar de total GDP, min 6,8%. Terwijl we afgelopen jaar nog op een jaarlijkse basis iets meer dan 6% groeiden. En ook als je kijkt naar de totale retailmarkt. De totale retailmarkt is in de eerste kwartaal min 19%. Terwijl we afgelopen jaar een groei hebben gezien hier nog steeds van 7%. China is natuurlijk de afgelopen jaren domestically nog heel erg een groeimarkt geweest. Zelfs hoger dan de GDP. We zien dat een aantal
sectoren heel erg hard geraakt zijn. Natuurlijk de travel-industrie, maar ook als je kijkt naar natuurlijk alle restaurants, hospitality. En we zien zelfs categorieën als luxury. Want als je kijkt dat de Chinezen normaal 75% van alle luxury bestedingen buiten China besteden en 25% maar in China zelf, zien we natuurlijk dat daar een enorme terugloop is omdat niemand meer kan reizen. We verwachten wel dat luxury hier domestically wat zal groeien, omdat men alleen maar hier nu tijdelijk kan besteden in de markt zelf. Maar we zien ook groei. We zien heel grappig als voorbeeld dat de petsmarkt heel erg groeit. Dus meer besteden aan je huisdier, maar ook categorieën natuurlijk gerelateerd aan food. China is een markt waarbij heel veel mensen buitenshuis eten op een goedkope manier. Niet om uit te gaan eten, maar gewoon voor het dagelijkse functionele eten. En we zien dat mensen massaal zelf zijn gaan koken, omdat het gezonder is, maar ook omdat er natuurlijk safety issues kunnen zijn met bestellen van maaltijden buitenshuis. Sportscategorieën, maar ook domestic travel voor obvious reasons. En zelfs home decoration. Chinezen normaal zijn qua functionaliteit best wel functioneel met hun huis bezig. Maar nu zien we dat vanwege de lockdown ze ontdekken dat het huis leuk maken en gezellig aankleden is een belangrijke rol. De vierde vraag is, hoe ziet het er met de marketing- en communicatiesectoren uit? Nou, wat ik al net zei is, creative gaat eigenlijk heel goed. We zien dat iedereen nog vraagt om campagnes en creatief materiaal. Ook natuurlijk meer wijzigingen. Als je kijkt naar niet meer gebruiken van oude campagnes. Maar in media, ik vertelde het net al, heel veel uitstel van campagnes of lagere investeringen. En met de hele global recessie die er aankomt, verwachten we natuurlijk dat dit heftige gevolgen zal hebben voor uiteindelijk de media-investeringen van onze klanten. Zowel internationale klanten, maar ook lokale Chinese klanten. Ik vertelde al veel meer digitaal. We zien gewoon dat in China normaal bestedingen in digital al rond de 60-70% liggen. Maar nu, als je kijkt naar social, short video, livestream, e-commerce, heel veel meer digitaal op deze digital media types. De volgende vraag was, wie zette zich op de kaart tijdens de crisis? Nou, en wel heel grappig te zien is eigenlijk nu dat ook de Chinese bedrijven weer heel snel zijn in zich aanpassen. En heel snel zijn in speed to market. We zien de afgelopen jaren dat China een markt van speed is geworden. En dat heel veel successen in marketing of product launches met name ook komen door de snelheid van reageren en speed to market. En we zien dat nu ook. We zien dat heel veel Chinese bedrijven hun producten aanpassen, veel digitaal zijn, veel livestreaming doen, nog meer e-commerce. Dat is best wel een heel duidelijk ding. Terwijl internationale bedrijven veel meer moeite hebben om snel te reageren. En wat je ook ziet is dat de producten en diensten die consumenten eigenlijk in staat stellen om wat meer te genieten van elke dag. Wat is al heel belangrijk in deze markt, maar zeker nu na deze depressieve periode is een enorme groeicategorie. En daar vindt Recoup het eerste plaats. Dus dan hebben we het over food and beverage, daily indulgence products. We hebben het over outdoor, over wat goedkopere fashion producten, family enjoyment. Dat soort producten die doen het nu alweer redelijk goed. De laatste vraag is, wat verandert er volgens jou voor goed? Ik denk dat deze markt nog meer e-commerce driven zal zijn. En dat ook nog meer eigenlijk de consument gaat veranderen. We zien dat in deze markt e-commerce al heel hoog is. 34% van de totale retailmarkt gaat al door e-commerce. Dat betekent dat Chinese consumenten veel minder loyaal naar merken toe zijn geworden. Omdat ze continu vergelijken en continu eigenlijk heel erg naar productvoordelen, naar praktische voordelen kijken. En dat merkwaarden steeds minder belangrijker worden. Je ziet ook dat consumenten een veel grotere niveau set hebben in het begin. Dus
Dat betekent dat merkcommunicatie veel meer gericht moet zijn op tangible benefits, op praktische productvoordelen en echte productvoordelen dan eigenlijk alleen maar merkwaarden. En dat zal veel meer worden. Na de crisis zijn Chinese consumenten nog praktischer, nog meer gericht op tangible benefits. Zoals ik al zei, heel erg ook vanwege e-commerce gedrag. Ook zullen consumenten veel meer gezondheidsproducten gaan kopen. Chinezen waren niet heel erg bezig met hun gezondheid, maar je ziet dat dat nu heel erg aan het veranderen is, inclusief het zelf koken en meer gezond eten. Je ziet ook veel meer aandacht voor environmental care. Ook iets wat niet heel veel aandacht had voorheen. En natuurlijk ook wanneer het komt tot verzekeringen, finance products. Probeer je leven eigenlijk veiliger in te richten, ook als het naar je finances kijkt. Maar alles met al denken we dat ook hier in China we wel weer sterker uit de totale crisis zullen komen. En dat het heel veel nadelen heeft gebracht en heel veel nadelen gaat brengen met de economische recessie die op komst is. Maar tegelijkertijd biedt het ook weer opportunities. En voor mij is toch elke keer weer iets heel moois om te werken in deze markt. Dat de consument heel positief is en heel erg gedreven is om er wat van te maken. En dat is denk ik iets leuks weer om mee te maken, ook in zo'n enorme crisis. Heel veel gezondheid toegewenst vanuit China naar Nederland. Blijf veilig en blijf gezond. En tot een volgende keer.